live in the same world as I do. Oh, kon ik maar lopen. Ja, kon ik maar lopen. Dan kon ik ook touwtjes springen en heel hard rennen. En oh ja, dat is waar. Dan kon ik ook klimmen. En buiten op straat? Zijn daar dingen die eigenlijk verbeterd of anders moeten zijn? Ja, want soms zijn er ook hoge stoepjes. Dan heb ik er een wieltje voor. Maar als dat wieltje dan niet uit is, en ik ben met mijn vriendinnetje samen, dan kan zij me wel helpen om van dat stoepje af te komen. Wat? Hallo? Het is nu nog vaak hapsnapbeleid. Er wordt een pad verbeterd in de gemeente. Wij denken van hoe wordt het verbeterd? Wordt daar gelijk inclusief gedacht aan mensen met een handicap? We moeten daar weer achteraan. We ontdekken dat het niet zo is, want er komen houtsnippers waar je niet op een rolstoel met een rolstoel op kan rijden. Dat vind ik dus hapsnapbeleid. Nou, kom op nou. Ja, kom op nou. Ja, lekker lullen. Ja, hier lagen ik ondersteboven hoor. He, kom nou joh. Gewoon even doorzetten nou. Ja, doorzetten. Ja, dan gaat het er goed. Niks aan het handje. Ja, een beetje poep, maar verder niks. Ach, kijk, mijn hele rechterwiel hangt los. He, hangt los. Ik sta alleen op het linkerwiel. Heb je dat dan een godsnaam gedaan? Ja. Ja, dankjewel. Zo, kus toch. Naar het rechterpad blijven nou, hè. Verder kom ik niet. En ik doe het ook in een ander kleedkamertje. Wat is er speciaal in dat kleedkamertje van jou dan? Maar er is ook zo'n plank en dat is in de andere kleedkamer niet. Maar de grote wens voor lichamelijk gehandicapten om een soort systeem te krijgen, dat ze een band om zichzelf, dus zonder hulp, om zich in kunnen doen. Een soort railsysteem aan het plafond, zodat ze zichzelf vanuit de stoel in het water kunnen helpen en niet eigenlijk ook weer getild hoeven te worden of geholpen hoeven te worden. Ja, hier voelen ze zich lekker, ze zijn allemaal gelijk en ze voelen zich hier thuis.
Er wordt gewoon gedaan. En dat zijn niet alleen winkeliers, maar voornamelijk. En in de praktijk resulteert dat dus dat... We hebben hier pas, ja, ik mag misschien geen voorbeelden geven, maar we hebben hier pas een dokterspraktijk die helemaal verbouwd werd. En ja, door miscommunicatie is die nu niet rolstoeltoegankelijk, terwijl het wel gekend had. Vindt de dokter dat een probleem? De dokter niet, maar wij wel. Met Frits van Turen. Frits van Turen. Ja. Ik sta hier voor de deur. Nee, niet in mijn auto. Nee, mijn stoel. Ja. En ik zit heel erg. Ah, heel erg omhoog. Ja. 10 minuutjes. Is goed. Wacht ik even 10 minuutjes. Ja. Prima. Hallo Frits, hey. Hoe is die? Ja, goed. Is je best, geloof ik? Nou, het is inderdaad een beetje een ontsteking. Nou, we hebben hier goed je best gedaan, maar hier werkt hij nog niet goed, hè? Nee, ik ga even een plankje pakken. Ja. Dan kan je nog wat makkelijker rekenen. Nou, een andere verdoving is dat... Oh! Nee, ik dacht dat ik er gelijk in mijn nek zou krijgen, maar dat... Ja, nee hoor. Dat valt nog wel eens mee, hè? De verdoving geef ik binnen. Ja. Oh, moet ik even een handje geven? Ja, dat, is, lijkt me wel, dat lijkt me wel zo vriendelijk. Oké, okay. Dan gaat hij weer vasthouden. Ja, ga uit. Dat is de trein die ik had moeten hebben. Ja. Treurig maar waar, maar ik kan niet vandaag niet bij je op je verjaardag komen mee. Krijg uit. Heel mooi. Ga hier zitten. Ja. Oh, krijg uit. Oh, man, het schijnt toch. Jij kijkt het nooit uit. Die zeur, Frits. Ja, niet zuur. Denk om mijn knieën, denk. Zo, jas een beetje uit. Ja, ja, een beetje. We hebben in ieder geval nog een pet op. Ja. Zo. Klein beetje uit, zo. Anders dan heb je er buiten niks meer aan, hè? Nee, dat is zo. Wil je portemonnee mee, hè? Ja, die heb ik. Ja, natuurlijk. Zo. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat mag het zijn? Doe voor hem maar een koffie. En doe mij maar de... Doe mij maar even de kaart. Hey, kan ik dat zelf niet? Ja, wacht eventjes. Nee, het is zo lelijk. Je hoeft niet zo lelijk tegen die mevrouw. Nee, maar jij praat voor mij. Wat met de onzin. Een cappuccino. Waar slaan we de plank vaak mis als het gaat in het omgaan met elkaar? Woensdag en donderdagmorgen blijkt dat de mensen gerust iets willen doen voor je. Maar donderdag na 12, dan wordt het een beetje erg druk. En dan staat die rolstoel staat toch eigenlijk wel een beetje in de weg. Thank you.
Als je niet in de rolstoel zit, dan rij je niet, dan loop je gewoon de hele dag. She may be beautiful people too, so if you